Hey, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Maakt niet uit wanneer je dit kijkt. Leuk dat je kijkt. Ik heb vergeten mijn spons nat te maken. Dat ga ik nu even doen. Momentje. Ik ben terug. En dan kan ik zo geïrriteerd op mezelf raken, hè? Dat ik dat dan iedere keer vergeet. Gatenkaasenhoofden zijn we hier. Allemaal. Ik ben naar de kapper geweest, dus ik heb weer losse. Het is weer wat korter. Ik moet het nu wassen. Dat kan vanavond wel. Een spons. We gaan de XX Skin Blur Soft Focus Skin Tint proberen. Ik heb de kleur Light Neutral. Zegt het nog iets op de verpakking? Medium coverage with a natural soft finish. Volgens mij is de verpakking volledig recyclebaar. Ik heb de kleur Light Neutral. Het is een demi-matte finish with peptides. Dus het schijnt nogal wat te doen voor je gezicht. Daar heb ik ook de XX Revolution Concealer bij in C3. Deze had ik al, maar in een andere kleur. Heel raar, want ik heb nooit andere kleuren. Maar ik denk dat ik dat toen gedacht heb van, laat ik. Ik heb nog een slaap. Frutje in mijn oog. Wie heeft ook slaapfrutjes in zijn oog? En dan echt hele harde. Wessel heeft dan zachte slaapfrutjes. Dennis heeft helemaal geen slaapfrutjes. Nooit. Oké, de concealer. De spons. Om alvast wat roodheden te concealen. Deze kleur is echt meer dan prima voor mij. Deze spons is van Morphe. Moet ik even aan wennen, maar uiteindelijk vind ik hem echt wel heel fijn. Goed, dan gaan we de skin tint. Hoor je dat? Dat is heel vloeibaar. Ik moet eerlijk zeggen, dit is niet een first impression. Ik heb hem al gebruikt. En er moet wel iets glowies onder. Ik heb er nu een olie onder. En vorige keer had ik echt een glowy primer eronder. Maar ik wil even kijken wat hij doet met een olie. Kijk, ik hoef niet een hele dewy of glowy finish te hebben. Als het er maar niet droog uitziet, zeg maar. En het nadeel van een droge huid en een wat oudere huid. Ik heb een al overdroge huid, maar dan met extra droge. Stukjes. Oké. Wat vind ik ervan? Medium? Niet echt. Niet echt. Kijk, hij bedekt dit allemaal niet echt. En zelfs met de concealer niet. Dus ik kan er wel even proberen of ik daar nog wat van kan aanbrengen. Want de kleur is wel goed.
neem ik heel even een kwast. Want ik had het idee dat ik toen ik hem het weekend op had, dat hij toen meer dekking gaf. Maar toen heb ik hem met een kwast geblend. En een spons neemt toch altijd wat dekking weg. Kijk. Zie je dit? Ja, nu is het goed. Deze vlek is niet helemaal weg. Maar die krijg ik nooit helemaal weg. Dus. Met een kwast. Medium dekking. Ja. Met een spons. Nee. Maar dat is misschien wel normaal. Want je neemt natuurlijk altijd. Met een spons. Ja, die zuigt natuurlijk product op. Nou hoef ik niet per se een volle dekking te hebben. Maar. Oké, okay, hij glimt goed met die olie eronder. Dat vind ik fijn. Hij ziet er niet droog uit. Ook niet hier in die lijnen. Nee. Ja. Wat ik weet van de vorige keer. Hij is heel glowy nu. Is dat hij goed draagt. Hij blijft mooi zitten. Hij werd niet overdreven droog. Vorige keer had ik ook van XX Revolution deze glowy primer erop gedaan. Ik weet niet of daar iets op staat. Meestal bij XX staat er niet op wat het is. Dit is de kleur Fever. Nou, dit is gewoon een glowy primer. Ja, er staat gewoon verder niks op. Maar ik heb nu een gezichtsolie gedaan eronder. En daar doet hij het ook prima op. Zo te zien. Echt, al die haartjes. Gaat toch weg. Maar dat ziet er ook prima op. Ja. Het ziet er mooi natuurlijk uit. Het is echt een mooie skin dit. Hij geeft iets meer dekking dan gemiddeld. Heb ik het idee. Skin tints geven natuurlijk nooit heel veel dekking. Daarom zijn het skin tints. Het is een tint. Maar op zich deze zo. Ja. Zo, even de kleine haartjes vastgezet. Ja, hij brengt dus makkelijk aan. Hij brengt het is heel licht gewicht. Het voelt alsof je niets op je huid hebt zitten. Ik voel het niet. Ik heb het idee dat ik gewoon een moisturizer op mijn huid heb gesmeerd. Gewoon een dagcreme. En hij is mooi glowy, maar niet te. Het geeft een mooie kleur af. De kleur is gewoon goed. En dat zijn niet een hele grote kleurselectie. Maar dat hoeft ook niet hè, met een skin tint. Want een skin tint kan meerdere kleuren omvatten. En omdat het maar alleen maar een tintje geeft, kun je met meerdere kleuren dezelfde tint gebruiken. Ja, met een kwast geeft hij echt medium dekking. Met een spons niet, maar je kan hem wel opbouwen. En hij werkt heel goed samen met de concealer. Die overigens. Ja. Een heel klein beetje creased onder mijn ogen nu. Maar ik heb nog niet gepoederd, hè. Dekking is echt prima. Meer dan prima. Ja. Over het algemeen ben ik er wel tevreden over. Wat ik zeg, dit is niet mijn eerste indruk van hem. Ik heb hem natuurlijk al vaker gebruikt. En toen was ik ook heel tevreden. Hij draagt goed. Hij zit mooi. Hij wordt niet heel droog op je huid. Ik krijg dan altijd hier in deze lijnen.
Ik weet niet of je dat kan zien. Die gaan dan soort krakeleeën, noem ik dat. Als je dan zo doet, dan zie je zo'n krak, weet je wel. Dat doet hij nu niet. Ja, je ziet die lijn natuurlijk zitten. Kijk, zo. Maar ja, dat zie je altijd. Die heb ik gewoon. Maar het gaat er niet in ophopen. Het gaat er niet in krakeleeën. Dus dat vind ik al een voordeel. Want dat maakt dat het er heel droog uitziet. Ik heb hier een hele droge plek. Hier, waar mijn wang inslaat, zeg maar. Daar pakt hij niet op vast. En ik heb hier zo'n plek, daar pakt hij ook niet op vast. Op mijn voorhoofd ook niet. Ja. Ik ben nerveus om te proberen zonder een Chloe product eronder. Omdat ik bang ben dat hij dan wel iets te droog gaat zijn voor mij. Maar dit is... hij kost 10 euro ongeveer. Ik heb hem besteld op de site van Revolution. Je moet dan wel verzendkosten betalen. Het komt uit Engeland. Maar je hebt het binnen een weekje ongeveer. Dus dat is helemaal prima te doen. Ik bestel heel vaak gewoon rechtstreeks op hun site. Of bij Zalando heb ik hem volgens mij gezien. Weet ik niet zeker. Maar dat was hem voor vandaag. De XX Revolution Skin Tint. Ja. Ja, dit zou ik gewoon elke dag dragen. Ja, absoluut. Hij plakt een klein beetje. Maar het geeft het gevoel alsof je gewoon dagcreme op hebt. Kijk, het is niet alsof mijn hand echt vast plakt. Zie je dat? Dus ja, absoluut een aanrader. Toppie. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal, daar zou je me heel erg mee helpen. En dan zie ik je graag bij de volgende keer. Doei!